Moment is daar. Ik weet dat je het altijd als een hoogtepunt beschouwt van de week. Want je praat er ook vaak over met collega's en vrienden. Oké, collega's, vrienden heb je niet. Dan kom je uit bij de toto. Ja, die is zo flauw deze. Nou, de ik vind hem voor jou doen helemaal niet onaardig. Nee. En jij hebt niet, in tegenstelling tot Rutte, tekstschrijvers. Jij hebt hem zelf bedacht. Ik gooi me zo uit in één keer. Zoals je altijd zegt, het komt met brok uit mijn mouwen. Ga door op deze voet. Ja, ik ga er lekker mee door. De toto, hè? Dat is toch fijn? Dat vind je leuk. Ja. Die ene vond je al moeilijk, hè? Die pek... Ja, maar een gelijkspelletje. Ja, maar ik weet niet of we daarmee beginnen. Volgens mij beginnen we niet mee. We beginnen met Groningen-Ajax. Ajax kan goed afwachten, zei de trainer van FC Groningen. Die houden geduld. Knap. Ik hou het toch op een gelijkspel. Oh, een gelijkspelletje. Heel goed. Genoteerd. De volgende. PEC Zwolle-Feyenoord. Ook een gelijkspelletje. Ook een gelijkspel. Die zetten we gelijk weg. NEC PSV. PSV. Die komt er gedecideerd uit. Luc de Jong werd vandaag besproken. Te groot voor een... Te servet en te klein voor een tafellaak of iets. Ja, nou, maar dat is een juiste typering. Ja. Je bent in vorm. Ja, die verzon ik de plek eigenlijk. Maar dat stond er niet. Maar wat dacht jij ervan toen je dat las? Is het een, ik heb het niet gelezen. Nou, het ging over het feit of hij... Maar er zit nog wel progressie in. Kijk, Nederlandse competitie, top. Dan hoort hij tot de betere spelers. Ja. Internationaal wel beter geworden. Ik denk dat hij in de Bundesliga in Engeland het tempo absoluut niet kan bijbenen. Ja, ik denk toch van wel uiteindelijk. Maar ja. Goed, Johan, we gaan door. De topper van dit weekend natuurlijk, Arsenal-Leicester City. Daar kijk ik echt naar uit, Jan. Ik merk het aan je ook, ja. Arsenal gaat het winnen. Ja, die gaat hem winnen. Vardy, Mahrez, noem ze allemaal maar. Arsenal moet hem winnen. Hij moet hem winnen, ja. We moeten hem winnen, want anders dan, wordt het gat kijk, groot. Dat, Leicester is hartstikke leuk, maar het is een soort sprookje. En iedere keer winnen ze weer, maar dat gaat ook een keer mis natuurlijk. Ja. Arsenal, weet je, het zou toch echt leuk zijn als ze hem winnen. Als Arsenal kampioen. Ja, dat is een mooi ploeg, mooi voetbal onder Wenger altijd. En de rest laat het een beetje afweken dit jaar. Ja. Dus nee, maar het is ook wel zijn fijn voor die Wenger, weet je. Toch? Dat wordt er ook anders als een beetje als een loser neergezet. Ja, maar hij wil wel mooi voetballen. Die heeft ook een hele lange Mourinho. Oh, man. Ja. Ja. Ja, van de week aan de scheidsrechter. Johan, City Spurs? Nou, mijn sympathie gaat uit naar Spurs. Maar Pellegrini ziet er ook steeds slechter uit sinds hij weet dat hij... Nou, ik denk dat kan wel eens een verrassing worden. Ik gok op Spurs. Nou, hij staat tweede op dit moment ook, dus hij doet helemaal niet slecht. En dan komen we uit bij de laatste wedstrijd. Is hij moeilijk vandaag of valt hij wel mee? Nee, het is heel makkelijk. Ik denk dat ze allemaal goed heeft. Juventus-Napoli. Juventus, denk ik thuis. 40 keer achter elkaar gewonnen. Topwedstrijd, man. Napoli staat er ook geweldig voor. Higuain, geweldig natuurlijk, hè? Ja, maar Juventus, geweldig ploeg.